je hoort ervan, het is een lange afstand. Ja, in dat opzicht echt zoiets van, ja, dat wil ik een keer proberen, kijken of dat kan, de grens opzoeken. Beetje zenuwachtig ook wel, iets te snel van start gegaan. Tempo iets gaan temperen, zodat het langer over de hele route beter vol te houden was. En dat heeft eigenlijk hartstikke goed uitgepakt. Dan zie je een boei liggen, daar is dan het midden. Dan kijk je naar de overkant waar je heen moet, maar dan zie je nog niks. En dan denk je van, nou, als dit de helft is en ik moet, ja, dan zijn we op de helft, dan kunnen we gaan terugtellen. En in mijn hoofd had eigenlijk ook wel stiekem gedaan. Dus elk half uur gestopt en dan denk je van, nou, elk half uur ongeveer zoveel meter gezwommen, dan is het nog zoveel meter zwemmen. Gewoon eigenlijk terugtellen. Vond ik het makkelijker vol te houden. Andere sporten die ik doe, als ik alleen challenges pak, dan gaat mijn maag een beetje verstreek. Dan pak ik ook wel eens een boterham en pindakaas tussendoor. Ja, dat is vast voedsel en dan hou ik beter vol. En ja, mijn maag is niet echt overstuur geweest met deze inspanning. Ja, dat laatste stukje. Ja, mijn vrouw en mijn dochter stonden bij een rode vuur of groene vuurtoren. Stukje toch nog even proberen een beetje extra gas te geven. Ja, dat is echt gaaf. Als je dan daar naar binnen zwemt en je hebt het gehaald, dat is een gevoel om niet te vergeten. Dat is echt gaaf.